Beetje een treurige dag, hè? Is dat zo? Afscheid nemen? Nee, het is geen afscheid. Het zijn spullen die weg zijn. En we zijn begonnen in de Korenbeurs. En daar ziet het er prachtig uit. En deze spullen kunnen daar niet. Dus... Maar als ik een stapel bed en urdies op de grond zie liggen, denk ik toch, ach het. Ja, nou ja, dan hopen we dat de kinderen heel blij van gaan worden. Ja. Wat gaat er allemaal weg vandaag? Er gaan, nou, we hebben zaterdag de eerste dag gehad van de verkoop. Daar is heel veel weggegaan. We hebben nog een aantal meubelstukken en we hebben hier nog een aantal cd's en boeken hebben we staan. En dat is het eigenlijk. Het meeste hebben we gelukkig toch een goede bestemming kunnen vinden. En toen het open ging, stonden er toen rijen voor de deur? Zaterdag was wel erg druk. Vandaag ook, maar wel aanzienlijk minder dan zaterdag. Ja, inderdaad. En waar was de meeste vraag naar? Veel boeken. Veel boeken. Maar we hebben ook gewoon met van partners in de stad hebben we toch ook wel een heleboel meubels kunnen verkopen die ze dus gaan hergebruiken. Kan toch ook veranderen in eigenlijk een korte tijd, hè? Want dit is speciaal voor jullie gebouwd in principe. Nou, niet helemaal. Het had wel de bestemming bibliotheek destijds. Maar ja, wat is korte tijd? In de wereld van vandaag verandert het elke dag. Dus het is eigenlijk wel een hele lange tijd geweest uiteindelijk. Het geld wat hier opgehaald wordt met de verkoop, waar is dat voor bestemd? Dat geld dat gaan we in principe bestemmen om, dat hebben we eigenlijk al een soort bestemd met de hele verbouwing en de verhuizing van de spullen naar de Korenbeurs. Dus dat is eigenlijk om gewoon de lasten die we gehad hebben ook wel te kunnen dragen. We hebben er niet een hele specifieke bestemming voor deze keer. Dit zijn er 29 en ik ben zaterdag ook al geweest en toen heb ik er 27 meegenomen. Dus we komen bij elkaar op 60 boeken. De meeste hebben te maken met wat mij het meeste interesseert en wat mijn vak is, geschiedenis. En er zijn een aantal echt heel bijzondere boeken bij. Ik kan me voorstellen dat een bibliotheek ze niet bewaakt omdat die boeken heel weinig zullen worden uitgeleend. Maar ik vind ze prachtig en dat voor een euro. Je kunt het nog wel thuis kwijt. Dat lukt wel, ja. Ik heb daar nog wel plek voor. Maar daarna moet ik toch wel gaan opletten. Want ik heb thuis natuurlijk heel veel boeken. Nou, dit komt leeg hier, dus misschien is het huur. Nou, het zou misschien niet eens zo'n gek oplossing zijn. Dan weet jij trouwens wat het zou kosten om dit te huren. En ik ben ook benieuwd wat er komt. Hè? Want ik kijk hier vaak vanaf dat balkon. Kijk ik naar beneden, omdat ik wel eens dingetjes uit zit te zoeken in het gemeentearchief. En ik moet zeggen, het is toch wel saai als je daar dan je kopje koffie drinkt. Want de koffieautomaat is daar bij het balkon en je ziet hier die lege ruimte. En dan ben ik toch benieuwd wat het wordt. En dan denk ik, zou het nou zo'n ramswinkel worden? Of zou de gemeente er toch kantoren onderbrengen? Ik weet niet of ze het gebrek aan ruimte hebben, maar dat denk ik eigenlijk niet. Want het aantal ambtenaren neemt af. Nou ja, ze zitten hier tegenover, hebben ze natuurlijk ruimte gehuurd. Hè, dus. Nee, precies. Dus ik ben, je kan hier natuurlijk wel van alles mee doen. Maar het zal ook wel geen 3 kwartjes per maand kosten, denk ik. Hè? Maar in ieder geval, ik heb een enorme aanwinst. Moet je kijken, joh. De geschiedenis van de dodo, die arme uitgestorven vogel. Wat hebben we hier? De watergeschiedenis. Metrokaarten van de wereld. Ik heb een soort gekte. Ik kijk graag, ook als ik op de tram sta te wachten, naar de kaart van de RET. En dan blijf ik extra lang laat een tram voorbij gaan als ze de kaart hebben gemoderniseerd. En dan moet je niet lachen, want er zijn heel veel mensen die dat doen. En dit is een boek met metrokaarten van de hele wereld. Kijk, ga ik daar de metrostations op zoeken waar ik in mijn lange leven op de tram heb staan of op de metro heb staan te wachten. En ben ik benieuwd of het station Anyangabaú erbij is. Dat is in São Paulo. Dan moet ik denken aan Taft Avenue. Een tram op poten door Manila, aangelegd met Belgische ontwikkelingsgelden. Het zijn ook Belgische trams, maar het is eigenlijk toch een kleine metro. En het mooie was, ze hadden daar airco in de tram. En altijd muziek van Frank Sinatra. En al die dingen moet je dan denken als je zo'n boek koopt. Daarom zijn boeken ook je vrienden. En nu, met volle kracht in de Korenbeurs? Ja, daar zijn we al mee bezig, hè? Ja, de Korenbeurs die is al volle kracht bezig. En dat loopt erg goed. En het publiek is erg tevreden en positief. Dus jullie trekken met een goed gevoel de deur hier dicht?
Ja, nou, het kantoorruimte blijft nog even zitten. We moeten voor de kantoren wel een andere plek vinden nog. Maar de bibliotheek is heel blij dat ze daar gewoon een goede bestemming hebben gevonden. Waar het hele grote uitleencentrum verdwenen is. Maar dat je daar bent voor de mensen en voor het samen zijn. En voor een goede kop koffie. Dus ja, wij zijn er wel blij mee dat we daar zitten.